In ruim 100 jaar tijd zijn de woeste heide- en veengronden van Drenthe door turfwinning, ontginning, maar vooral door ruilverkavelingen omgezet naar een productief agrarisch cultuurlandschap. 70% van de provincie is daarbij volledig op de schop gegaan. Maar de tijden zijn veranderd. De energietransitie, het natuurbeleid en de klimaatverandering hebben de komende decennia veel gevolgen voor het Drentse landschap. Hoe gaan we deze uitdagingen aan? En hoe nemen we tegelijkertijd het unieke karakter van het Drentse landschap mee in het toekomstige ontwerp? Daarvoor moeten we eerst meer weten van het ontstaan ervan. Ja, er is iets heel raars aan de hand, met iets vreemds met het Drentse landschap. Want iedereen die in Drenthe komt, denkt van hé, dit is een heel oud landschap. En daar genieten heel veel mensen ook van het mooie oude Drentse landschap. Maar we weten ook dat in de ruilverkavelingstijd, dus tussen 1945 en 1975 zeg maar, 70% van Drenthe helemaal op de schop is geweest. Helemaal opnieuw ingericht in het kader van ruilverkavelingen. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou? Nou, dat komt voor een groot deel omdat er bij die ruilverkavelingen niet alleen maar een plan is gemaakt voor de wegen en de waterlopen, maar ook voor het landschap. Bij elke ruilverkaveling is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe beplantingen die er aangebracht moeten worden. En Drenthe heeft het geluk gehad dat er in al die tijd er één ontwerper bij Staatsbosbeheer die plan heeft gemaakt. Harry de Vroom heette die. En daarbij heeft hij voortgebouwd op dat oude Drentse landschap. Daarom voelen we nog steeds dat het oude landschap er is. Ga maar eens kijken. Heel groot deel van de bomen in Drenthe zijn allemaal zo dik. Al die eiken zijn allemaal van de ruilverkaveling. De eerste ruilverkavelingen vonden in de jaren 20 alleen nog plaats op dorpsniveau en tussen de boeren onderling. Een boer had meestal verspreid in de omgeving meerdere kleine percelen in bezit. Door agrarische gronden met elkaar te ruilen, kon men grotere, aaneengesloten percelen maken. Deze waren voor de boer een stuk makkelijker te bewerken. Drenthe is van oudsher een echte landbouwprovincie. In 1947 bereikt de agrarische bedrijfstak zijn hoogtepunt, met meer dan 50.000 boeren. Maar de leefomstandigheden zijn slecht. Het platteland loopt ver achter op de welvaart in de steden. Uit pure armoede vertrekken daarom veel landarbeiders naar de stad of naar het buitenland in de hoop op een beter inkomen en een beter bestaan. Modernisering van de landbouw was hard nodig. Na de Tweede Wereldoorlog ligt het land in puin en er dreigt een acuut voedseltekort. Onder het motto Nooit meer honger ontwikkelt Sikko Mansholt, de nieuwe minister van Landbouw en Voedselvoorziening, een efficiënt landbouwbeleid. Dit beleid moet de productiviteit op eigen bodem verhogen en tegelijkertijd het welzijn van de boeren veiligstellen. Mechanisatie en een ongekende schaalvergroting van de Nederlandse landbouwsector zijn het resultaat. Schaarste verandert al snel in overvloed. In het midden van de jaren 60 groeide de weerzin tegen de eenvormigheid en het efficiënte verkavelde landschap. Natuur- en cultuurlandschap zijn snel aan het verdwijnen. Staatsbosbeheer, natuurbeschermers en de provincie zetten zich in voor het behoud van de Drentse landschappen zoals beekdalen, houtwallen en singels. Ik ben in de natuurbescherming gaan werken in 1976 in Drenthe. En toen was eigenlijk de cultuurtechnische dienst, dat was gewoon een heel dominante club, zeg maar. Hun woord was wet. En er gold maar één ding, dat is gewoon rationaliseren van het landschap. Gewoon grootschalig maken, grote kavels, bedrijfsstructuur verbeteren. En als je toen zei van ja, maar het is toch wel jammer dat heel veel van die fijne details uit ons landschap verdwijnen. Nou, dat werd gewoon genegeerd. Het is natuurlijk als een soort mammoetanker over ons land heen gevaren. En daarbij zijn toch ook wel grote verliezen geleden. Als je kijkt alleen al naar bijvoorbeeld het verdwijnen van onze oude cultuurlandschappen, kleinschalige cultuurlandschappen, de wallen, de singels, de detaillering, de kerkenpaden, de poelen, noem maar op. De beken die recht zijn getrokken, ja, die optimale landbouw heeft ook geleid tot 70% verdwijnen van de insecten. De weidevogels zijn bijna weg, de boerenlandvogels die hebben het ontzettend moeilijk. Dus vanuit het cultureel erfgoed genaamd landschap, wat voor ons allemaal is. En
vanuit natuur en landschap en de flora en de fauna heeft het ook tot enorme verliezen geleid. In de jaren 70 wordt de maatschappelijke en politieke steun voor ruilverkavelingen met alleen agrarische belangen steeds minder. Recreatie wordt belangrijker en het landschap moet daar ruimte voor bieden. In 1989 verschijnt het Natuurbeleidsplan. Met dit plan wordt er meer ruimte gereserveerd voor de natuur. En je ziet dus dat het instrument ruilverkaveling van een vrij bot instrument in de jaren door maatschappelijke druk is veranderd in. Toen werd het landinrichting en toen werd het herinrichting. En uiteindelijk zelfs herinrichting met een bijzondere doelstelling, bijvoorbeeld natuur. En in die vermaatschappelijking kreeg je natuurlijk ook ruimte voor recreatieve belangen, voor natuur en landschap. Dat soort zachtere waarden. En ik denk dat ook gewoon een goede ontwikkeling is geweest. In de afgelopen 100 jaar zijn er veel projecten gerealiseerd. In ruilverkavelingsverband zijn er in totaal zo'n 400 melkveebedrijven verplaatst binnen of buiten de provincie. Niet alleen voor agrarische verbetering, maar ook om ruimte te maken voor natuur. Verschillende gebieden in Drenthe zijn de afgelopen eeuw zelfs 3 keer verkaveld. Hoewel de ruilverkavelingen het landschap sterk hebben veranderd, is de typische Drentse leegte bewaard gebleven. Dankzij de landschapsontwerpen zijn er op het Drentse zand nog tientallen onbebouwde gebieden te vinden. De leegte is een typisch kenmerk van het Drentse esdorpenlandschap. En de Provinciale Staten besloten in 1966 dat dat een belangrijk goed was. Je kreeg toen cultuurschoongebieden, dus in cultuur voor de landbouw. Dat waren de essen, heilige koeien en de beekdalen. Ook open, lege beekdalen zonder bebouwing. Dus bij bemoeienis van het provinciaal bestuur en de adviseurs zoals ik, is altijd heel erg erop gelet dat niet alles werd volgebouwd, maar een aantal lege gebieden ook leeg bleven. Ik heb een kaart voor mij uit 1966. Die Provinciale Staten in de zomer van 66 hebben vastgesteld. En het groen wat erop staat zijn de cultuurschoongebieden. De essen, het gele, ook cultuurschoongebied. Hier de dal van de Scheerbroek. Klein zijstroompje. Werd toen al betiteld als cultuurschoongebied. We zijn hier in het Eeksterveld. In de ruilverkaveling Anlo. En het bijzondere van dit gebied is dat het nog helemaal onbebouwd is. Totaal onbebouwd, totale leegte. Dus van het dorp Gasteren naar achter ons Eekst. Dat is 1 kilometer of 4, 5. En dan kom je geen enkele bebouwing, geen enkele boerderij tegen. Drenthe als recreatieprovincie kent een lange traditie. Natuur en landschap zijn niet alleen van historische en ecologische waarde. Het draagt ook bij aan het welzijn van de mens. Iets wat men 60 jaar geleden al inzag. Net als de positieve invloed van recreatie op de economie. In 1957 was er een belangrijke nota in Provinciale Staten. En dat heette Drenthe als toeristenland. Maar Jan Harms zei altijd, als de Zuiderzeestraatweg klaar is, hij bedoelde de nieuwe weg tussen Amersfoort en Zwolle, dan komen de toeristen deze kant op. Dat gebeurde. In 1963 werd Drenthe overrompeld door toeristen. En de christelijke partij in Provinciale Staten, toen was er nog geen CDA, maar anti-revolutionaire partij. Die zei, de recreatie staat letterlijk in de Staten natuurlijk. Recreatie is herschepping. De herschepping van de mens. Toen werd de Vrije Zaterdag ingevoerd in 1963. En dan kon de mens zich herscheppen. Tegenwoordig zou je zeggen resetten, maar weer opnieuw energie opdoen. Multifunctionele landbouw is steeds vaker een alternatief voor schaalvergroting en specialisatie. Door de stijging van de grondprijzen en de lage inkomsten stoppen veel boeren met hun bedrijf of kiezen ze voor een andere invulling. Agrariërs en ondernemers ontdekken de mogelijkheden van de vrije tijdseconomie. Op dit moment in 2019 komt 75% van de inkomsten in Drenthe uit de recreatie. Door de klimaatverandering is het vaker lang droog of valt er in korte tijd meer water dat opgevangen en afgevoerd moet worden. Sommige gebieden zijn daardoor niet meer geschikt voor landbouw.
en daar moet iets aan gedaan worden. Door verschillende functies van een gebied met elkaar te combineren, kan er bijvoorbeeld nieuwe natuur ontstaan. Maar kan er ook water geborgen worden? Zo is de Onlande aangewezen als natuur- en waterbergingsgebied. De aanleiding is dat er in de periode 1998 ongeveer heel veel wateroverlast is geweest, waardoor de stad Groningen dreigde onder water te lopen. Toen heeft men met verenigde krachten geprobeerd om hier een oplossing voor dat soort situaties te gaan zoeken. In feite is dat de Onlande geworden. Ja, we staan nu op de uitkijktoren in de Onlande, in het gedeelte Peizermalen van de Onlande. En van hier heb je een gigantisch uitzicht over het grootste deel van wat wij dan tegenwoordig Onlande noemen. Ongeveer vanaf Peizer aan die kant tot de stad Groningen aan die kant. En in de verte kun je eigenlijk nog over de bossages in de richting van het Leekse Meer kijken. Hier hebben we eigenlijk een voorbeeld dat als partijen gaan samenwerken, dat je tot een groot resultaat kan komen. Eigenlijk waren hier dus twee doelen. Allereerst die waterveiligheid. En ten tweede ook het realiseren van de natuurdoelen die gesteld waren. Hier zou een groot natuurgebied komen. Nou, als je die twee dingen bij elkaar optelt en je voegt er nog een derde zaak aan toe, dat is ook toekomst voor de landbouw meer in de randgebieden van de Onlande, dan heb je samen met elkaar iets om ook gezamenlijk de schouders onder te zetten. Ja, dat is inderdaad soms best moeilijk, want je praat toch over een grote verandering in een gebied met nieuwe functies, met ook veranderingen in functies van plek tot plek. Dat betekent dus dat je ook daar de beste oplossing voor moet vinden om bijvoorbeeld de landbouw op de beste plek neer te leggen. En soms kan dat betekenen dat de landbouwer op een andere plek verder gaat. We praten hier over dit stuk van de Onlande waar we nu zijn. Het is ook het meest natte gebied. Dus daar zou ook voor de verdere toekomst landbouw misschien best moeilijk worden. Zeker met de klimaatverandering waar we over spreken. Dus om te gaan kijken waar de beste plekken liggen voor de diverse functies. Nou, ik denk dat we daar in de Onlande heel goed in zijn geslaagd. We kregen een brief onder de noemer Water 2000. Dat was dat gebied achter onze boerderij in aanmerking kwam voor waterberging. Nou, toen is er veel heen en weer gepraat op provinciehuis en in de gemeente en met het waterschap. Van hoe kunnen we dat zo netjes mogelijk gaan oplossen? Toen is er nog gesproken om een gemaal tussen onze percelen en de toekomstige waterberging. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan en in 2007 werd de knoop doorgehakt van misschien is het een optie om het hele bedrijf te gaan verplaatsen. En dat is in 2007 en toen 2008 hebben we hem verkocht. Dat was nog niet makkelijk, vooral de emotionele waarde op dat moment. Generaties lang op dezelfde plaats in Peizen en dat moesten we achterlaten. Dit boekje is gemaakt, het heet ook de transformatie en dan het grondgebruik van de onder- en bovenbunnen. En daar zijn de generaties van de Middelhorst, dat was de generatie van de Wilkens. En toen is de dochter van de familie Wilkens met Douwes getrouwd, Roelof-Jan Douwes, vanaf 1930. En mijn moeder is in 1968 op de boerderij gaan wonen met Jan Hendrik Hoving. Dus daar waren de drie generaties. Voor ons. Ja. En in 83 hebben wij het overgenomen. En dit is de Middelhorst waar het eigenlijk allemaal begonnen is. In het begin ben je daar natuurlijk niet. Dan ben je strijder. Dan probeer je dat tegen te houden. Maar dat is gewoon niet tegen te houden. Wij waren de enige veehouderijbedrijf nog in het gebied. En de rest was natuurlijk allemaal wel natuurorganisaties. Daar konden we als enige niet tegenop. Nee. Het was de emotionele kant. Dat was het eerst in het begin. Maar we zagen wel van de toekomst voor onze kinderen. Als ze echt boer zouden willen, en dat was we toen op dat moment wel heel duidelijk. Van dat ze daar niet op de manier waarop wij boer zijn, daar niet meer gekund zou hebben. Dus we moesten ook wel
ook ja, eigenlijk voor de kinderen zijn we de, hebben die stap gedaan. Het gebied is nu een heel mooi gebied geworden, maar voor de landbouw is het niet meer te doen daar. Maar verder voor alle vogels en alles wat daar nu als natuurgebied is gekomen, is ontzettend mooi geworden. We fietsen er graag rond. Ja. Ja. We hebben hier echt te maken met een landschap ja, wat echt nog tientallen jaren verder kan, zich kan ontwikkelen. En waarschijnlijk tot hele grootse natuur gaat leiden. Maar tegelijkertijd zo mooi en zo divers dat mensen er fantastisch van kunnen genieten. En we kijken daar naar de stad Groningen. Dit is de achtertuin van Groningen. Daar ginders ligt Assen. Nou, als je op de fiets stapt, dan kun je er ook naartoe fietsen. Dus wat dat betreft is het een schitterend natuurgebied waar mensen hun hart op kunnen halen als je een beetje van natuur en frisse lucht houdt. Als gevolg van de energietransitie worden er windmolenparken en zonnevelden aangelegd op verschillende plekken in Drenthe. De overgang naar nieuwe energie gaat niet zonder slag of stoot. Logisch, want het heeft soms ingrijpende gevolgen voor onze omgeving. Ook de landbouw, het toerisme en het natuurnetwerk Drenthe vragen om ruimte. Hoe passen al deze veranderingen in het landschap en blijft tegelijkertijd het unieke karakter van Drenthe behouden? En waar we nu staan, zeg maar, het Kleibos, dus vlakbij Rode Wolde in Noord-Drenthe, zie je daar ook een effect van. Dus je hebt aan de ene kant had je het Peizerdiep, een beek. De gronden waren eigendom voor een deel van de Stichting Drents Landschap. En die wilde eigenlijk een natuurlijker beek die weer kon kronkelen en kon overstromen. Het waterschap die vond dat ook een goed idee, omdat je daarmee door die inundatie de waterveiligheid kon vergroten. Hier kunnen een paar honderdduizend kubieke meter water geborgen worden op het moment dat er veel regen valt. En aan de andere kant een boer, zeg maar, die ook allerlei kavels had in een kleinschalig landschap en die eigenlijk ook wel zijn bedrijfsstructuur wilde verbeteren. Nou, door in dat herinrichtingsproces kavels te ruilen, krijgen die twee tegengestelde belangen elk de ruimte om hun doelen te realiseren. We staan nu op een kade tussen die twee belangen. Nou, dit vind ik een vorm van een succesvolle manier van landinrichting. Dus ik vind het altijd heel erg een optimistische boodschap. We kunnen mooi landschap maken. En daar kan ook natuur een plek in vinden. Al die bermen die in de ruilverkavelingen langs wegen zijn gelegd, waar dan wel of geen bomen ingeplant zijn, dat is eigenlijk onze openbare ruimte. Daar kunnen we toch ook wel voor zorgen dat juist in die bermen, dat die kleurrijk worden, dat die biodivers worden. Dat we daar weer gewoon klaprozen en al die soorten die je in dit soort velden niet meer ziet. Dit is het veld waar het, als we het over landschapspijn hebben, dat pijn aan je ogen doet. Waar niks meer, maar één soort staat hier. Dat hoeft toch niet in onze. Dat die boer dat doet, oké, dat is zijn werk. Maar deze bermen, dat groene maatpak, is van ons allemaal. Daarin willen wij mooie dingen. Dat groene maatpak, wat in de tijd van de ruilverkavelingen dus is gemaakt, ontworpen en bedacht, daar kunnen we nu heel erg veel mee verder. Als je gaat terugkijken, dan zie je dat het karakter van Drenthe, mede door de ruilverkavelingen, behoorlijk is veranderd. Tegelijkertijd hebben mensen al vanaf de 50e, 60e jaren eraan gewerkt om toch ook de structuur van Drenthe in stand te houden. Ik vind dat ook een belangrijke les. Dat je gaat kijken van, nou, wat is nou het cultuurhistorische kader waar je in werkt? Hè? Wat is je context? Dus als je nieuwe projecten gaat starten, dan neem je dat tegenwoordig ook allemaal heel goed mee. Beter dan in het verleden. Dus als je nu gaat kijken hoe je het instrument landinrichting kunt gaan inzetten, dan zou dat dus kunnen betekenen dat je daardoor in staat bent om betere keuzes te maken. Van hier doen we dit en daar doen we dat. En zeker als je dan die context van Drenthe zelf, hè? Want je wilt Drenthe niet weggooien, je wilt Drenthe wel Drenthe houden, dat je die context altijd in beeld houdt. Het landschap is maakbaar. Het verleden heeft ons geleerd dat maatschappelijke veranderingen zichtbaar worden in het landschap. Ook in de toekomst zullen verschuivende behoeften onze leefomgeving vormen. Hoe dat gebeurt, hebben we zelf in de hand.